In het kader van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november maken we als Link een aantal interviews met lokale en regionale kandidaten. In dit geval hebben we de heer om Iman El-Filali. Die hadden we nog niet geoefend. Ja. Om die hier uit te nodigen. Zij is nummer 4 op de kandidatenlijst van Volt voor de Tweede Kamerverkiezingen. Welkom Iman om in de studio. Dank je wel. Ja, wij gaan elkaar tutoriëren, hebben we al afgesproken. En ja, misschien kun je om te beginnen, je bent zeg maar voor Volt in de Tweede Kamer. Je bent nu ook fractievoorzitter in de Rotterdamse Raad voor Volt. Vertel eens iets over jezelf. Wat is je achtergrond en ook misschien waarom ben je in de politiek gegaan? En waarom voor Volt dan met name? Ja, nou ja, klopt inderdaad. Dus ik sta nu op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer voor Volt op nummer 4. Maar ik ben sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen inderdaad gemeenteraadslid en fractievoorzitter van Volt in Rotterdam. Ik ben zelf, ja, ik woon in Rotterdam, dus misschien ook wel evident als je raadslid bent in Rotterdam. Met dat mijn gezin. Zelfs. Dat moet, dat is verplicht inderdaad. Dus met mijn gezin, ik heb 2 kinderen en naast mijn politieke werk ben ik ook manager bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar waarom ik de politiek ben gegaan en waarom voor Volt, dat is eigenlijk geleidelijk gegaan. Dat komt een beetje omdat ik altijd rondom de politiek heb gewerkt de afgelopen jaren. Maar nooit zelf, zeg maar niet aan de voorkant, dus meer de achterkant als ambtenaar. En ik zag steeds meer dat eigenlijk onze systemen aan het werken waren vanuit wantrouwen in plaats van vanuit vertrouwen. En ik voelde mij persoonlijk te weinig vertegenwoordigd. En gaandeweg kwam ik Volt tegen. Dat was ook in de periode dat ik zelf in Brussel woonde en werkte. Toen kwam ik Volt tegen. Nou, een beetje gaan inlezen, maar nog niet actief iets mee gaan doen. Tot eigenlijk de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Toen viel bij mij het kwartje. En toen dacht ik, ja, dit is mijn partij. Ik wil gewoon actief zijn. En zo ben ik erin gerold. En zeg maar, als het gaat om het thuissituatie, want het kost natuurlijk veel tijd. Heb je die tijd wel? Of want je werkt nog? En dus het is best natuurlijk een, als fractievoorzitter, behoorlijke baan. Hoe is het thuis bij jullie? Ja, het is zeker. Het kost veel tijd. Het is ook een kwestie van keuzes maken. Ik vind het heel belangrijk om te doen. Maar ik krijg ontzettend veel steun vanuit mijn thuis. Dus vanuit mijn man. Ja. We hebben ook absoluut het keukentafelgesprek gevoerd van hoe gaan we dit doen? En gaan we dit samen doen? Maar dat is iets wat mijn partner ook heel belangrijk vindt. En persoonlijk is mijn drijfveer ook dat er juist meer vrouwen ook de politiek in moeten. Ja. Want helaas, als je naar de statistieken kijkt, en zeker bij de hogere bestuursfuncties, dan is dat nog niet heel erg goed. Dus daarom, dat is een reden te meer om je kandidaat te stellen en om daarvoor te gaan. Ja. Ik las ook ergens dat je naast zeg maar het feit dat je de politiek leuk vindt, ook kunst en cultuur belangrijk vindt. Iets met fotografie ook, vertel dat. Je had daar volgens mij ook een opleiding in gedaan, meen ik? Of, ja, klopt. Niet afgemaakt, zeg ik er ook wel bij. Nou ja, want ik ben jurist van oorsprong. Ik heb rechten gestudeerd, internationaal en Europees recht. En tijdens mijn studie toen in Leiden, toen ben ik ook een bijvak gaan doen aan de kunstacademie in Den Haag, fotografie. Ik had altijd wel een creatieve kant en altijd een beetje gedacht van, wil ik ook nog iets met die kant? Dus ik heb daarna ook een tijdje aan de Kunstacademie in Den Haag fotografie, documentaire fotografie gestudeerd. En die interesse die is er eigenlijk altijd geweest. Maar ik heb daardoor ook een grote belangstelling voor de kunst- en cultuursector. Ik vind het ontzettend belangrijk voor iedereen. Voor kinderen, voor volwassenen, eigenlijk voor de hele samenleving. Ik zie het zelf als een primaire levensbehoefte. Iets wat heel belangrijk is. Ja. Ja, het lijkt me zeker. Dan gaan we toch maar een beetje richting de politieke vragen. Want ja, daar ben je tenslotte voor uitgenodigd onder andere. Maar natuurlijk ook wel omdat we wat willen weten van je achtergrond. Volt, bij mij en denk bij meerdere mensen is altijd het idee, is het niet D66-achtig? Waar verschillen jullie nou het meest in? Althans, natuurlijk zijn er veel overeenkomsten, dat zien we ook. Maar wat is nou het eigen geluid van Volt?
Nou, allereerst, kijk, Volt is een pan-Europese beweging en partij. Dus wij zijn geen nationale partij, maar we zijn een Europese partij. Dus we zijn echt Europees. We komen ook voor in alle Europese landen. Nu ook steeds meer als volksvertegenwoordiger. Dus dat is denk ik een belangrijk verschil. En wij zijn heel erg pro-Europa, maar dat wil niet zeggen dat we alles in Europa nu fantastisch geregeld vinden. Sterker nog, wij willen de Europese Unie hervormen, democratischer maken en ook veel dichter bij de mensen eigenlijk. Want wat vaak toch ook een beetje het gevoel is, is de Europese Unie overkomt ons niet. Hè? Het wordt niet voor ons besloten. Wij zijn zelf Europa. Dus dat is ook letterlijk, denk ik, iets wat Volt kenmerkt. Wij zijn allemaal schakels in dat grotere geheel. En wat ons bindt is juist die Europese identiteit, geschiedenis en het feit dat we, dat we echt een beweging zijn. Ja, dat komt ook een beetje tot uitdrukking in de titel van het verkiezingsprogramma. Toekomst nu, een Europees verhaal van optimisme. Ja. Nou vroeg ik mij wel af, over optimisme gesproken, is er wel zoveel reden voor optimisme? Hè? Polarisatie, de klimaatcrisis, de oorlogen die mensen ervaren op dit moment, hè, zelfs twee. Met andere woorden, leg dat optimisme nog eens uit. Is er niet voldoende optimisme op dit moment en willen jullie dat nog eens benadrukken? Volt is opgericht eigenlijk ook vanwege het toenemende populisme in Europa. Dus na de Brexit, we maakten ons daar zorgen over. En persoonlijk, als ik nu kijk naar de tijd waar we staan, dan staan we echt op een kantelmoment. We kunnen er nu voor kiezen om door te gaan met meer conservatisme. Allerlei grote beslissingen die we moeten maken op het terrein van klimaat, naar migratie, om die voor ons uit te schuiven. Of we kunnen nu juist gaan kiezen voor een progressieve koers. En ja, ik ben zelf een optimistisch mens. Bij mij is het glas altijd half vol. En ik denk dat dat belangrijk is. Want we kunnen er nu voor kiezen, juist nu ook met deze verkiezingen, om juist nu die toekomstkeuzes te maken. Zodat we een prettige leefomgeving hebben en een fijn Nederland. Maar ook juist voor die toekomstige generatie. Dus de toekomst zien jullie met optimisme tegemoet. Alleen er moet natuurlijk wel het een en ander gebeuren. Het is ook denk ik wel de manier van politiek bedrijven waar wij voor staan. Dus het is positief, het is constructief, maar ook pragmatisch. Ja. En we kunnen nu dus keuzes maken. En we hebben eigenlijk niet eens meer de keuze. We hebben niet meer de luxe. We moeten het gaan doen. En zijn jullie ook wel een partij die dan compromissen zou willen sluiten? Want je hebt het niet voor alleen voor het zeggen in Nederland. Hè? Althans, dan zou je de helft plus één, de bekende 76 zetels moeten hebben. Maar dat zie je wel gebeuren. En ook dat Volt bijvoorbeeld tot een coalitie zou kunnen toetreden. Kijk, het liefst wil je natuurlijk al je idealen waarmaken. Alles wat in je verkiezingsprogramma staat ook realiseren. En daar heb je natuurlijk zoveel mogelijk zetels voor nodig. Dus ik hoop dat ook heel veel mensen natuurlijk op ons gaan stemmen nu. Tegelijkertijd zijn wij ook wel een partij. En dat is ook hoe ik zelf nu in de Rotterdamse Raad bijvoorbeeld opereer. We zijn met z'n tweeën, maar we proberen altijd samen te werken op de inhoud. En dat zullen we ook moeten doen. Hè? Ondanks de grote verschillen die er zijn, zul je moeten samenwerken. Alleen de grens ligt wel op je idealen. Dus ik zal nooit keuzes willen maken die echt in strijd zijn met onze idealen. Maar dat je compromissen moet sluiten en dat je elkaar moet vinden. Ja, dat is denk ik toch wel de realiteit. Ja. Het, wat mij ook opviel was, en dat misschien moet ik dat ook even uitleggen. Het woord radicaal, dat komt er ook vaak in voor. En dan denk ik bij radicaal, denk ik altijd aan een beetje de radicalen. Dat was vroeger eigenlijk al van dat zijn toch mensen die met alle middelen iets voor elkaar willen krijgen. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar leg eens uit, waarom radicaal? Ja, radicaal omdat we nu beslissingen moeten nemen. Dus we moeten radicaal kiezen voor die toekomst, voor het klimaat, niet nog gaan wachten. We moeten radicaal naar een ander mensbeeld, een optimistisch mensbeeld gebaseerd op empathie en ook positief. Radicaal omdat wij ook een beweging zijn. Dus het is natuurlijk een politieke partij, Volt. Ja. Maar wij geloven heel erg in politiek van onderop, dus niet van bovenaf opleggen. En dan doen, maar juist met elkaar. En dus daar zitten radicale. Het radicale is dan ook echt, we gaan het ook echt heel erg constructief
anders doen. Hè? We gaan het echt veranderen. En dat we gaan het gewoon nu doen. En niet nog halfslachtig wachten. Nee. Maar nu keuzes maken. Ja. En wij zijn, denk ik, in ons verkiezingsprogramma ook heel duidelijk in de keuzes die wij willen maken. En dat moet nu. Dat moet nu. Ja. Dan komen we eigenlijk, en dat is voor de mensen die naar het interview kijken, denk ik heel vaak het belangrijkste van. Hè, jij bent zeg maar Kamerlid natuurlijk voor heel Nederland straks. Als Vloed inderdaad die vier zetels haalt. Maar je komt vanuit een bepaalde regio en mensen stemmen natuurlijk vaak op een bepaalde regio. Overigens was het wel grappig dat Pieter Ontzicht nu het districtenstelsel weer van stal wil halen. Dat is wel grappig dat je dan echt de binding hebt met het district. Maar goed, misschien moet je daar zo nog wel, als je daar een idee over hebt, iets over zeggen. Maar voor mensen hier is het natuurlijk van belang. Hoe denkt Volt over een aantal problemen die wij hier in de regio hebben? En dan heb ik er een paar voor je, in totaal vier. En ik begin maar eens met wonen. Woningsplitsing en woning delen, dat is onder andere een manier waarop jullie menen, en dat hoor je vaker hoor, om meer woningen te, voor mensen te zorgen dat ze komen. Maar het is natuurlijk bouwen ook. Hoe zitten jullie in het bouwen? Want uiteindelijk ligt het een beetje stil, hè? Door de stikstof en door en ook wel misschien door het gebrek aan materiaal en personeel. Maar goed, hoe zien jullie dat dit zal niet het totaal probleem oplossen, woning delen en woning splitsen? Nee, klopt. En in ons verkiezingsprogramma hebben we inderdaad ook meerdere voorstellen. En het klopt dat het woon- en het bouwbeleid van de afgelopen jaren heeft gefaald. Het moet nu dus ook eigenlijk weer radicaal anders. Als het gaat om bouwen, vind ik het zelf altijd wel belangrijk om even te starten met een soort van uitgangspunt. Voor wie gaan we bouwen? Ja. Dus hoe wonen mensen, hoe leven mensen en wat hebben ze nodig? Hoe willen ze leven? Dus ik had even voor de hiervoor nog even gekeken, bijvoorbeeld naar de statistieken voor Spijkenisse, waar we nu ook zijn. Ja, dus naar de demografie. En dan zie je dat, nou, pak een beet, 18.000 mensen tussen de 25 en 45 jaar zijn op dit moment. En ongeveer 19.000 in de categorie 45 en 65. Dus dat is heel belangrijk om te weten als je gaat bouwen. Want mensen komen in een bepaalde fase van hun leven. Dus je moet gaan kijken van hoe gaan we bouwen? Wat voor soort woningen gaan we bouwen? Bijvoorbeeld in Rotterdam, meer dan de helft van de mensen woont alleen. Maar hoe bouwen wij? Je moet gaan nadenken van, ga je dus voor die groep mensen bouwen die alleen wonen? Of ga je meer gezinswoningen bouwen? Wat ik bijvoorbeeld ook nog wel interessant vond, waren statistieken van het CBS dat mensen na een echtscheiding, dat mannen over het algemeen vaak met een nieuwe relatie en eigenlijk een soort van nieuw gezinssituatie verder leven. Maar dat heel veel vrouwen ervoor kiezen om dan alleen verder te gaan. Maar vaak zijn er toch ook weer kinderen in beeld. Ja. Dus dat zijn denk ik wel bewegingen die je moet meenemen als je na gaat denken van hoe gaan we bouwen? En wij geloven ook heel erg in creatieve oplossingen. Dus bijvoorbeeld het combineren van bijvoorbeeld woon-werkfuncties. Of gebouwen die leeg staan om die om te vormen naar woningen. Dus we moeten sowieso meer bouwen. Maar we moeten ook nadenken over creatieve oplossingen. Over met de bestaande ruimte omgaan. Ja, ja, zeker. Ja, en zeker ook in de regio waar je, waar je natuurlijk ook gewoon mensen wonen op een plek, maar ze werken misschien op een andere plek. Er is veel mobiliteit, dus het is heel belangrijk om daar ook naar te kijken. Dan, dat is hier echt een groot item, zelfs van de week nog, hier in Spijkenisse en Lissewaard in de Raad. De locatie van windmolens, windturbines. Dat ligt heel gevoelig. En jullie in het verkiezingsprogramma gaan natuurlijk uit van wind op z'n land, wind op zee, zonnepanelen, nou in ieder geval een scala aan mogelijkheden. Wat zeg je vanuit jouw gevoel tegen die mensen die hier zeggen, we willen ze niet in onze achtertuin, want we vinden ze foei lelijk en ze gaan ook nog overlast opleveren en gezondheidsklachten. Heb je daar, is dat iets waar je sowieso wel begrip voor hebt? Ik heb daar zeker begrip voor en ik denk dat er twee kanten ook zitten aan. We hebben bijvoorbeeld dit verhaal wat dan hier ook concreet speelt voor mensen. Ik snap heel goed dat, dat bijvoorbeeld windmolens, dat die overlast of dat die hinder kunnen opleveren. Het geluid of het zicht of dat mensen daar ook hinder van ontvangen. Tegelijkertijd
moeten we ook heel eerlijk zijn. Dat is dus ook een van die radicale keuzes. Als wij onze klimaatdoelen willen halen en ook als wij eigenlijk überhaupt een leefbare omgeving willen houden, dan zullen we volop moeten gaan voor alles wat we hebben om over te gaan naar duurzame energie. En dat is een en-en-en verhaal. Dat is dus niet kiezen voor het ene en niet voor het ander. Dat wordt en windenergie en zonne-energie kernenergie. Dus echt die mix. Ja. En tegelijkertijd ook investeren in innovatie, zodat we ook toegaan naar bijvoorbeeld windmolens. Die zijn er natuurlijk al, die met lagere frequenties. Minder geluid. En er zijn ook ontwikkelingen, bijvoorbeeld ook windmolens in zee, die zo worden ontwikkeld dat die goed kunnen samengaan met het ecologisch leven in de zee. Dus daar moeten we in investeren. Maar het belangrijkste met dit specifieke geval van windmolens in je achtertuin, bij jou in de wijk, in de buurt, is het begint met participatie. Ja. Mensen moeten vroeg worden betrokken en het gesprek moet worden gevoerd de ene kant is, er moeten windmolens komen, want we willen denk ik allemaal geen hoge energierekening en afhankelijk zijn van Rusland voor onze energievoorziening. Maar dat kan misschien ook op een manier met windmolens die dus wat minder herrie maken, lagere frequenties. Er zit ook echt in op het verminderen van de overlast. En dat kun je ook als misschien zelfs een soort voorwaarde voor het bouwen van de windmolens meegeven. Ja, dat zou denk ik ook echt iets zijn wat landelijk moet worden ingezet. Kijk, gemeentes die zijn verantwoordelijk voor hun gemeente en die hebben ook het beste zicht op wat bewoners nodig hebben en waar bewoners tegenaan lopen. Maar het is wel goed als er ook landelijk bepaalde normen komen die rekening houden enerzijds met onze klimaatdoelen, maar ook echt met de gezondheidseffecten en ook het hinder wat mensen, maar ook de natuur of dieren kunnen ondervinden. Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, want je merkt, het speelde niet hier alleen in Nissewaard, maar ook in Voornaanzee, dat is de nieuwe gemeente. Ja. Maar, en in Hellevoetsluis aan de Haringvlietdam en ook bij Zwarte Waal, waar er echt grote bezwaren zijn. Maar eigenlijk zeg je daarvan, toch doen, maar dan wel proberen om de overlast zo tot een minimum te beperken voor mensen. Ja, ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Dus eigenlijk dat toch doen, dat komt... dat zou eigenlijk als laatste moeten komen. Volgens mij moet je beginnen met gesprek. Precies. Ja. In gesprek met mensen en ook gewoon uitleggen en eerlijk zijn. En eerlijk zijn en betrouwbaar blijven. Maar ik denk dat we niet, helaas niet de luxe hebben om te zeggen van, we moeten nu stoppen met alle windmolens en alleen maar inzetten op zonnepanelen op daken. Want gisteren heeft de Raad van State ook nog gezegd, zoals het nu gaat, gaan we onze klimaatdoelen waarschijnlijk niet halen. Maar ik geloof wel heel erg in die participatie, dat belangrijk is. Ja, lijkt me ook heel, heel erg belangrijk. Dan, we zijn op de helft, maar we hebben nog twee punten. Maar migratie. Want dat is hier ook wel een probleem. Heel veel mensen die, laat ik maar zo zeggen, die zien toch het probleem van het feit dat er heel veel mensen naar Nederland komen. We hebben eigenlijk zelf al niet voldoende huizen voor onze eigen inwoners, daar komt het op neer. En ook hier is het sentiment in de regio van bouwen voor eigen inwoners. Maar dat betekent dat er een probleem achter zit en dat is het migratieprobleem. Nou, las ik dat jullie zijn voor afschaffing van de Dublin-verordening. En dat betekent, je komt een ander deel van de wereld naar Nederland. Naar Europa. Je komt in een bepaald land aan. En dat betekent dan dat je zelf mag bepalen als migrant, waar je asiel aanvraagt. Dat zou dus ook in Nederland kunnen. Zo heb ik het in ieder geval gelezen. Terwijl het nu natuurlijk zo is dat je bij de grens dat in het land vraagt waar je aankomt. Dat is wel een probleem waarvan heel veel mensen hier in deze regio zeggen, ja, zie je wel, ze gaan toch Nederland kiezen, want het is hier best goed geregeld en iedereen wil naar Nederland komen. Hoe denken jullie daarover? Want het kan een aanzuigende werking hebben natuurlijk. Ja, dus met de huidige Dublin-verordening is het zo dat als iemand inderdaad Europa binnenkomt, dan is dat land eigenlijk een soort van eerste aanzet. Precies. En waar wij naartoe willen, is dat we dat inderdaad Europees afschaffen. En daarvoor in de plaats zeggen van, sowieso moeten er legale migratieroutes zijn die ook veilig zijn. Want het probleem is dat mensen nu onder erbarmelijke omstandigheden, als ze al levend Europa bereiken, Europa binnenkomen. Maar dat mensen inderdaad zelf die keuze kunnen maken naar welk land ze willen of asiel willen aanvragen.
Die aanzuigende werking is nooit bewezen. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat dat bewijst. Er is ook geen onderbouwing voor. Sterker nog, wij willen een Europese spreidingswet. Want migratie is eigenlijk precies ook iets... Ik zie het zelf niet altijd ook als iets negatiefs. Want mensen bewegen nu eenmaal. Dat is gewoon, dat doen we al sinds de prehistorie. Maar los daarvan, ik denk dat het wel belangrijk is dat we als Nederland en als Europa een plek blijven die beschikbaar is om mensen op te vangen die vluchten voor oorlog of voor geweld. Maar dat moeten we wel op een manier doen die eerlijk is. En we moeten het eerlijk kunnen verdelen. Ja. Dus net zoals dat we nu een nationale spreidingswet gaan krijgen als die door de Eerste Kamer komt, is het ook belangrijk dat je dat Europees doet. Ja, en dan heb je dus een eerlijke verdeling, waar we ook als Europa solidair moeten zijn met elkaar. Maar dat is natuurlijk misschien wel goed dat je dat uitlegt inderdaad, want de indruk ontstond een beetje daardoor dat je zegt, ja, je bepaalt zelf, eigenlijk heeft dat een grens, in jullie geval ook, namelijk dat je gaat spreiden en dat betekent dat je ieder zijn deel laat opvangen en niet dat iedereen die dan naar Nederland zou willen komen, begrijpelijk dat men dat wil, ja. Maar dan zou dat voor Nederland ook een behoorlijke belasting worden. Dus eigenlijk zeggen jullie van, dat zeg je eigenlijk ook van, er is een soort een spreidingswet voor Nederland, maar je zou een Europese spreidingswet moeten hebben die eigenlijk ook voorkomt dat het één land al een hele toestroom van migranten krijgt. Ja, dat je het eerlijk kan verdelen. En ik denk ook, om het ook een beetje concreet te maken, bijvoorbeeld in Rotterdam heeft de huidige coalitie heeft gekozen voor een quotum van 500 asielzoekers. Ja, ik vind dat echt belachelijk, ja. Want Rotterdam is een stad, is een grote stad, kan natuurlijk veel meer mensen opvangen in vergelijking met een kleinere gemeente ergens anders. Dus die eerlijke verdeling. En zeker, weet je, het gaat uiteindelijk om mensen die vluchten voor oorlog of voor geweld. Het gaat vaak ook om kwetsbare groepen, hè? Dus kinderen of mensen die bijvoorbeeld vluchten omdat ze homoseksueel zijn, behoren tot een bepaalde groep. Ja. Dus dat zijn denk ik wel mensen waar we altijd wel ruimte voor ons moeten houden. Maar wel inderdaad op een eerlijke manier. Ja. Dan als laatste punt, voor we straks aan het slot komen en dat jij nog een pitch krijgt om in ieder geval je nog eens even helemaal op de kaart te zetten. We hebben nog één onderwerp, dat is de bereikbaarheid. Dat is hier ook, je kent het gebied natuurlijk ook, je weet dat hier, we wonen eigenlijk hier op een eiland. Ja. En de bruggen en tunnels die zijn vaak, of ze staan open, de bruggen of de tunnels die zijn verstopt omdat er weer een vrachtwagen vast zit of omdat er op een andere manier weer iets is. Jullie zetten ook in op goed OV. Leg dat nog eens uit. En ook in combinatie met de wegen leveren natuurlijk. Extra wegen leveren, denk ik in jullie idee ook op. Ja, extra geluid. Niet geluidsoverlast, maar ook stikstof, et cetera. Hoe pak je dat probleem een beetje aan? Ja, ik denk dat is natuurlijk ook een breder verhaal. Ik denk dat aan de ene kant de bereikbaarheid van een regio, dat is iets waar wij ook oog voor hebben. En ik zie dat dat ook een landelijke trend is. Dat je ziet rondom steden, dat die bereikbaarheid van de regio, dat die onder druk staat. Nou, als we even inzoomen hier, dan denk ik dat er een aantal zaken zijn. Aan de ene kant moeten we echt overgaan op een goede OV-mix die schoon is. Dus voor ons betekent dat elektrisch rijden, elektrische bussen, elektrische auto's. Daar moeten we gewoon zo snel mogelijk naartoe. Maar ook goede verbindingen. Ik ben hier zelf nu ook met de metro en met de bussen. Met openbaar vervoer. Ben ik naartoe gekomen. Heel mooi. Maar dat is natuurlijk belangrijk. En wat je zegt, de bussen en de tunnels. Het is ook een kwestie van goede planning. Want natuurlijk moeten bussen en tunnels ook om... Wat zeg ik, bussen? Ik bedoel de bruggen. Bruggen en tunnels. Bruggen en tunnels. Die moeten onderhouden worden. Ja. Dus dat moet je beter plannen. Ja. Maar tegelijkertijd kan het natuurlijk niet zo zijn dat mensen inderdaad hier op een eiland zitten en niet weg kunnen. Ja. Dus we moeten daar goed naar kijken. Dus je kunt dat deels oplossen met die goede OV-mix en zorgen dat de regio goed bereikbaar is. Ja. Een stukje planning van zaken die onderhouden moeten worden. Wanneer staat een brug open, wanneer niet. Maar misschien ook wat breder kijken naar, kunnen er afspraken worden gemaakt? Of kunnen er gesprekken worden gevoerd met werkgevers? Dat niet iedereen tegelijk de baan opgaat.
Maar dat je daar ook een beetje naar gaat kijken. Dat we op een andere manier, hè, dat thuiswerk wat we met corona een beetje hebben gedaan. Dat we dat misschien ook, dat we daar ook wat flexibeler in zijn. En hoe kijk je dan als laatste voor dit punt? Want nou, toevallig weet ik dat al uit ervaring, want ik ben natuurlijk ook al een beetje op leeftijd en gepensioneerd. Betekent dat je als ouderen vaak, en dan zie je ook mensen die slechter been zijn, heel moeilijk met OV in de wat minder dicht bevolkte gebieden kan reizen. En dat de neiging bestaat om te zeggen, ja, geen rendabele lijn, die gaan we opheffen. En dat betekent voor mensen dan vaak toch, dat als ze ook geen auto rijden of geen auto meer kunnen rijden, dat ze van het OV zeg maar afhankelijk zijn. Hoe zitten jullie daarin? Moet je daar dan toch van zeggen dan maar enige subsidie voor bijvoorbeeld niet rendabele lijnen, maar wel te zorgen dat mensen worden opgehaald? Of? Ja, voor mij begint het met, ik vind dat een hele slechte zaak inderdaad, want OV, dat moet een publieke dienst zijn. En de manier waarop er nu naar wordt gekeken is veel eigenlijk heel erg economisch. Van, concessies natuurlijk, van de concessies voor de vervoerders die en die dan natuurlijk gaan kijken van, is dit rendabel? Ja, is het rendabel? Gaan er genoeg mensen met deze lijn? Oh, er zijn te weinig mensen, nou dan gaan we afschalen. Ja. Terwijl we juist andersom moeten denken, nee, het is een publieke dienst. Ouderen, mensen met kinderen, mensen die slechter been zijn, die moeten eigenlijk binnen 5 minuten, binnen 10 minuten een bus of een OV-lijn kunnen pakken. Dus je zou veel meer moeten gaan stimuleren. Dus als je ziet dat er te weinig mensen gebruik maken van een lijn, zou ik denken, laten we investeren dat we juist meer mensen het gaan doen. En dat het ook betaalbaar wordt. En bijvoorbeeld in deze regio heb je ook vervoersarmoede. Dat mensen, ofwel vanwege de kosten of vanwege andere zaken, het OV niet kunnen nemen. We moeten ontzettend gaan investeren in het OV. En het dus niet zien als iets wat economisch rendabel moet zijn. Dus een publieke dienst. En daarmee moet je ook zorgen dat het voor iedereen bereikbaar is. En dat betekent ook voor ouderen en voor scholieren. Ja, ik geloof heel erg in het principe van, je hebt van die steden die hanteren, je moet binnen, het liefst binnen 5 minuten, maar bijvoorbeeld binnen een kwartier, moet je eigenlijk alles kunnen bereiken wat je nodig hebt. Dus je boodschappen, een buslijn. En zo moeten we denk ik onze leefomgeving ook inrichten. Dat zou wel moeten. Dus dat wordt nog een echt een behoorlijke opgave hoor. Want het is natuurlijk in sommige dichtbevolkte gebieden, dunbevolkte gebieden zoals hier echt heel moeilijk. Omdat mensen in boerderijen wonen of het is allemaal maar. Ja, maar dat is in ieder geval helder. Ons verkiezingsprogramma wordt ook specifiek gericht naar die dun bevolking. Die daar moeten inzetten. Precies. En ook een soort je noemt het geen buurtbussen, maar het komt er eigenlijk op neer van vervoer op afroep, zeg maar. Ja, je moet echt juist ook weer die mix hebben van bussen, maar ook fietslanen, scooters voor jongeren misschien die dat willen nemen. Ja. Dus van alles wat. Dan zijn we zo langzamerhand een beetje aan het einde van het interview gekomen. Je krijgt wat mij betreft... eerste vraag is nog, heb je zelf nog iets voordat je die pitch houdt, waarvan je zegt dat is nog niet aan bod gekomen, dan wil ik toch wel even gauw kwijt. Misschien wat ik nog wel zou willen doen is oproepen dat iedereen gaat stemmen. Want het is belangrijk om te gaan stemmen. Kijk, het is natuurlijk leuk als mensen op mij of op Volt stemmen, maar het is vooral belangrijk dat we gaan stemmen. Want ik zie dat bijvoorbeeld ook in Rotterdam er te weinig mensen naar de stembus gaan omdat ze niet geïnteresseerd zijn in de politiek, of omdat ze echt afgehaakt en denken van, ja, mijn stem maakt niks uit. Ik zou zeggen, ook in deze regio, je stem maakt ontzettend veel uit. En ik denk dat deze verkiezingen nog belangrijker zijn dan ooit om juist te gaan stemmen en jouw stem te laten horen. Hartstikke bedankt. Dan ga ik jou zo de gelegenheid geven om die pitch te houden. Laten we in ieder geval aangeven dat we heel blij zijn dat je hier in de studio bent gekomen. En dat betekent dus dat Iman El Filali nog 2 minuutjes krijgt om haar verhaal te houden. En om aan te geven waarom 22 november op jou gestemd moet worden. Ja. Ga je gang. Dankjewel. Zoals gezegd, ik sta op de nummer 4 plek van de lijst voor Volt. Zoals ik al zei, we staan echt op een kantelmoment in de tijd. We kunnen nu gaan kiezen voor een nieuwe progressieve koers voor Nederland, waarin we beslissingen nemen op het terrein van klimaat, van digitalisering. Dat we kunnen gaan zorgen dat er keuzevrijheid is en blijft voor iedereen. Dat we een manier van leven met elkaar creëren waar ruimte is voor verdraagzaamheid en acceptatie.
En het belangrijkste is dat we ook overgaan naar een radicaal ander mensbeeld. En onze systemen ook zo inrichten. Dat we uitgaan vanuit vertrouwen in mensen in plaats van wantrouwen. En persoonlijk voel ik de energie en ook de drijf om hier werk van te gaan maken. En ik hoop dat jullie massaal gaan stemmen. En stem op mij, zou ik zeggen. En volg mij ook op social media als je meer wil weten waar ik voor sta. Dank je voor je mooie pitch, zou ik zeggen. Ik denk dat het zeker binnen de 2 minuten is. En had het iets buiten gehad, dan had het ook geen probleem geweest. Bedankt dat je mijn gast wilde zijn, Iman. Want je bent de eerste in het rijtje van de geïnterviewde bij Link. Wij wensen je heel veel succes en hopen zeker dat je die plek 4 en dat dat betekent dat je ook in de Kamer komt. Nogmaals bedankt en we gaan je zeker volgen. Nou, ontzettend bedankt dat ik hier mocht zijn. Dank je wel. Dank je wel.